Dag Hans, het nieuwe jaar is amper een maand oud en er is één vraag die nu al de hele wereldeconomie bezighoudt en die heeft te maken met oplopende inflatie en stijgende rentevoeten. Met name, wanneer gaan de centrale bankiers hun soepele monetaire beleid bijsturen en zullen ze overgaan tot renteverhogingen? Als chief economist bij de Grof Peterkam volg jij die evoluties op de voet. Laten we vandaag eens een stand van zaken opmaken. Hans Bevers, centrale bankiers staan volop in de actualiteit. Wat is eigenlijk het meest recente nieuws? Ja, dat blijft zo. Ze blijven inderdaad in de schijnwerper staan. Dat is al een heel decennium zo, zou je kunnen zeggen. Maar ook sinds deze zomer, of sinds vorige zomer, zal ik zeggen, nog meer. Als je kijkt, heel recent dan, hebben we gezien eind januari, op die bewuste 26 januari, dat de Fed heel duidelijk de deur heeft opengezet naar een eerste renteverhoging in maart. De Amerikaanse Centrale Bank zal ook haar balans laten verkleinen in de loop van dit jaar al. Dan hebben we gezien een week later, op 3 februari, kwam de ECB en mevrouw Lagarde sloot niet langer uit dat die eerste renteverhoging er al dit jaar komt. En dan de Bank of England op diezelfde dag, op 3 februari, die verhoogde de rente met 25 basispunten. En er waren zelfs sommige bestuurders die aandrongen op een renteverhoging van 50 basispunten. Dus het is duidelijk, die beleidsrentevoeten die zullen de komende kwartalen hoger gaan. En de aanleiding daarvoor is, neem ik aan, de inflatie die hoog blijft. Inflatie blijft als thema belangrijk, zeer zeker. Maar ik denk toch dat het belangrijker is om, ja, om een beetje verder te kijken dan de hoge inflatiecijfers die we de laatste maanden hebben gezien. 6-7%. Ik sluit niet uit dat we in België in februari een inflatie krijgen van om en bij de 8%. Maar belangrijk hier is toch om in het achterhoofd te houden dat inflatie niet zozeer gaat over, ja, het niveau van het prijspel nu, maar wel omtrent de verandering van het prijspel. Daar gaat het om. En dan is er toch nog altijd alle reden om te verwachten dat die inflatie in de loop van dit jaar naar beneden gaat. En daaraan gekoppeld, belangrijker, ja, in welke mate sijpelt die fors gestegen energieprijzen, sijpelt dat door naar de prijzen van andere producten en diensten? En in welke mate zet ook de arbeidsmarkt zijn krachtig herstel verder? En we hebben, ja, daar al heel wat tekenen gezien. In Amerika, voorbije week nog het banenrapport, duidelijk krapten op die arbeidsmarkt met loonstijgingen van meer dan 5%. Dus dat is één. Maar ook in Europa wordt soms nog wel eens onderschat. Ook daar heb je echt wel de arbeidsmarkt vorderingen zien maken. Met een werkloosheidsgraad die nu is teruggekomen tot 7%. Dat is nog een niveau lager dan wat we zagen voor de pandemie. De lonen zijn nog niet fors gestegen in Europa. Maar alles wijst er ook op dat er een versnelling aan zit te komen in de volgende kwartalen. Laten we dan eens terugkeren naar het monetaire beleid en naar die stijgende rentes. Moeten we daar eigenlijk bang voor zijn? Gaat dat een impact hebben op de economie? Het is zo, ik denk dat je twee zaken moet onderscheiden. Dus ten eerste, financiële markten houden daar al wel een tijdje rekening mee. Dus als je kijkt naar wat de financiële markt vandaag inprijst, een jaar verder, dan denken zij dat de Fed die rente zal verhoogd hebben, die beleidsrente, die korte termijn rente, voert tot 1,5%. Dus dat zijn 5 renteverhogingen van de huidige niveaus, te beginnen in maart. In Europa, daar wordt naar alle verwachting, ja, daar zal de ECB die rente verhogen met 2 keer 25 basispunten tegen het einde van het jaar. Dat zou ook voor de eerste keer terug betekenen dat die beleidsrente, die depositorente, boven het nulpunt uitkomt of op het nulpunt. En dat zou de eerste keer zijn sinds 2014. En dan, ja, een tweede element die we moeten, denk ik, onderscheiden, of een vraag die we ons in ieder geval moeten stellen, is: in welke mate is de economie bestand? Dat is natuurlijk een vraag moeilijker te beantwoorden, maar alles wijst er vandaag de dag toch op dat de consument, die een relatief solide financiële positie toch nog altijd heeft, bedrijven die bereid zijn om te investeren tegen de achtergrond van een krappe arbeidsmarkt, en ook een overheid die toch nog altijd de klemtoon ligt op publieke investeringen, dat alles zou toch moeten maken dat die economie bestand is tegen die stijgende rentevoeten. Dat de rentevoeten gaan stijgen, dat staat dus zo goed als vast. Maar kunnen we daarop ook een beetje vooruitblikken? Welke rentevoeten mogen we dan verwachten in de komende jaren? Ja, de vraag zoals u ze nu komt te stellen, peilt eigenlijk naar die zogenaamde neutrale rentevoet. Dus wat bedoelen we daarmee? De neutrale rente is eigenlijk die rentevoet die consistent is met een arbeidsmarkt die het eigenlijk heel goed doet. Dus veel werkgelegenheid, waarbij er ook een zekere progressie is op vlak van lonen. Maar zonder dat die arbeidsmarkt fors oververhit, zonder dat we inflatiecijfers krijgen die al te fel boven die doelstelling ligt van die centrale bank. En ja, als het dan gaat over het niveau, wat kunnen we verwachten? Moeilijk in te schatten, enige bescheidenheid zou ons daar echt wel sieren. Alles wijst er wel op dat die laag zullen blijven, die neutrale rentevoeten, in de toekomst, om een idee te geven. De Fed kreeg zijn beleidsrentevoet het voorbije decennium tot
2,5%, dat was einde 2018. Dat is ook nu wat de Fed impliciet meegeeft aan de markt, als zogenaamde terminal rate. In Europa zullen we allicht daar niet geraken. Hè. Zal het in het beste geval allicht maar komen tot een beleidsrentevoet van 1%, alvorens dat de cyclus dan terug de andere kant uitgaat. Hè. Maar goed, ook de centrale bank moet hier het antwoord finaal schuldig blijven. En vergeet ook niet dat het monetaire beleid maar met een vertraging werkt. Hè. Dus dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Je hebt daarnet al even verwezen naar de financiële markten. Ja, als we spreken over renteverhogingen, we weten dat de aandelenmarkten daar niet van houden. We hebben dat ook gezien na een aantal aankondigingen van de Fed. Meer volatiliteit. Is dat ook wat ons de komende tijd te wachten staat? En wat betekent dat dan voor iemand die belegt in aandelen? Ja, volatiliteit wordt dan gezegd en allicht klopt dat ook wel. Maar het is zeker niet zo dat financiële markten niet kunnen leven met die volatiliteit. Natuurlijk maken renteverhogingen de tijden iets uitdagender voor de aandelenbelegger. Maar ook in het verleden hebben we gezien dat aandelen progressie kunnen maken. Zij het minder allicht, met een beetje tegenwind door die renteverhogingen. Dat is eigenlijk niks om ons echt zorgen over te maken. Tenminste, als je echt aanhoudt aan beleggen in een heel gespreide beleggingsportefeuille, zowel regionaal als sectorieel. En alles wijst erop, vandaag de dag, met de stijging van de rentevoeten die we al gezien hebben, met wat financiële markten nu al inprijzen, met een koers-winstverhouding die toch wat teruggekomen is, met aantrekkelijke risicopremies, dat ook die aandelenbelegger op termijn nog altijd redelijke rendementen kan verwachten. Al is het natuurlijk zo dat die wel duidelijk minder zullen zijn dan wat we gezien hebben de voorbije 2 jaar. Hans Bevers, bedankt voor de toelichting. Graag gedaan.